We zijn hier in het PSV-stadion in Eindhoven. Nou ja, dat lijkt er misschien op, maar het is een prachtige foto met echte lampjes erin van René. René, je bent een fan van PSV. En ja, hoeveel wedstrijden denk je heb jij van PSV al meegemaakt? Nou, ik denk 750 tot 800 wedstrijden heb ik allemaal wel live gezien. Dus ofschoon jij in de stad van Rode JC woont, jij bent een fervent PSV-aanhanger. Ja, in hart en nieren, sinds mijn geboorte al. Sinds je geboorte. En je hebt hier zo'n prachtige foto met echt licht op de achtergrond van het PSV-stadion. En ja, we zijn maar niet naar een kamer gegaan hierboven, wat vol hangt met sjaaltjes en buttons en foto's. Dat is je grote hobby. Toch, ja, het coronavirus heeft daar een tamelijke streep doorgehaald in het bijwonen. Hoe lang heb je geen wedstrijden kunnen bijwonen van jouw favoriete club? Nou, ongeveer een klein jaar hebben we geen wedstrijden kunnen kijken. Ja. En helemaal niks meer? Of is er versoepeling? Daarna begon het natuurlijk op televisie, dat er werd gespeeld zonder publiek. Maar ja, dat is veerloos. Dat is niks. En heb je alweer een wedstrijd bijgewoond? Ja, ik ben afgelopen zaterdag naar PSV Emmen geweest. Was niet de beste tegenstander, maar wel een geweldige wedstrijd met een geweldige ontknoping door 2-1 te winnen in blessuretijd. Nou, denken die mensen, heeft Pastoor Hans het nu helemaal over voetballen tegenwoordig? Nou, nee, maar wel over het leven. En het leven lijkt soms op dat, ja, ook van een voetbalwedstrijd, zeker ook in de coronatijd, dat is niet altijd gemakkelijk. Vandaag horen we in het evangelie hoe Jezus over zichzelf spreekt. En hij zegt vandaag in het evangelie, de mensenzoon moet veel lijden en door de oudste hoge priesters en schriftgeleerden verworpen worden, maar na ter dood te zijn gebracht zal hij op de derde dag verrijzen. Hij moet veel lijden. Nu, niet naar PSV kunnen gaan is een vorm van lijden. Maar er is ook groter lijden in het leven. En ze zeggen wel eens, ieder huis heeft zijn kruisje. Mensen lopen natuurlijk niet met al hun kruisen te koop, maar sommige kruisen zijn heel evident. Wat is zo'n kruis in jouw leven geweest of misschien nog? Nou, vorig jaar november is mijn vader overleden. En ja, dat heeft een hele grote impact gehad op mij, ook op de familie natuurlijk. Maar ja, op dat moment dan, ja, dan valt er iets weg waar je wel rekening mee houdt, hè? Want niemand heeft het eeuwige leven. En als zo iemand wegvalt, dat is een aderlating, dat is een heel groot gat. Dus jouw band met jouw vader was heel sterk? Die was zo sterk, dat is niet uit te drukken. Dus, dus je kon je van tevoren ook eigenlijk niet voorstellen hoe een leven zonder jouw vader zou uitzien? Nee, precies. Maar het mooie daarvan was, toen mijn vader vorig jaar mij een hersenbloeding kreeg, toen vreesden we eigenlijk voor zijn leven. En toen hebben we gebeden dat mijn vader toch weer redelijk goed zou worden. En dat wij toch weer met hem konden praten om afscheid te nemen. En dat is gelukt. Mijn vader is weer hersteld, is uiteindelijk in november toch overleden. Maar we hebben toch de kans gehad om een halfjaartje met mijn vader te praten en afscheid te nemen. Dat is een groot kruis. En als ik me goed herinner, je hebt sinds enige tijd weer werk. Maar daarvoor ben je een tijdje werkeloos geweest. Hoe lang was dat? Ik ben ongeveer een jaartje thuis geweest. Hoeveel sollicitaties heb je in dat jaar geschreven, zo plus minus? Dat zullen er ongeveer 100 geweest zijn. Is dat niet iets om af en toe moedeloos van te worden? Ja, in het begin wel. Dan denk je van, ja, je kunt schrijven wat je wil, je kunt mailtjes sturen en dat wordt toch niks. Maar uiteindelijk komt er altijd iets op je pad waar je toch wel weer voldoening uit haalt. En ja, wat toch weer zin in het leven geeft. Nu, jij bent dus door nogal wat dalen heen gegaan, een jaar werkeloos, je vader verloren waar je zo'n sterke band mee had. En ongetwijfeld zijn er nog andere kruisen die jij en ook andere mensen te dragen hebben. Welke rol speelt het geloof daarbij? Want we zien jou regelmatig als acolyte in de kerk. Is dat zoiets als de club van PSV met regels en dan komen mensen samen en af en toe gaat het goed en af en toe gaat het slecht. Dat geloof en die God, wat voor een plaats hebben die in jouw leven? Het geloof, dat staat bij mij eigenlijk op de eerste plaats. Dat komt boven alles, dat komt zelfs nog boven het voetballen. En ook in de kerk
is het eigenlijk zo dat je toch met een team bezig bent om de Eucharistie te vieren. Als je ziet dat de kerk vol is, dat er heel veel mensen zijn die er plezier aan beleven, dat er veel misdienaars en acolyten zijn. En het is gewoon heel fijn. Alleen op het voetbalveld heb je een aanvoerder die zo'n bandje om zijn arm heeft. En onze aanvoerder, dat is God, Jezus. Dat is de aanvoerder die we in de kerk hebben. Als Jezus spreekt over het lijden, dan eindigt er dan ook mee te zeggen, maar op de derde dag zal die mensenzoon verrijzen. En dat geloof mag ons op de benen houden. Ik wens je ook veel sterkte toe en dank je wel voor dit interview. Graag gedaan.